Slechts 10 spelers waren er vanmorgen aanwezig op de training van Feyenoord. De basisformatie die met 2-1 van AZ won, liet zich niet zien aan de supporters. Het ging namelijk vooral om wisselspelers die morgen in actie gaan komen met het tweede elftal tegen Cambuur. Spelers als Renato Tapia, Erik Botteghin en Soufiane Amrabat die toch wel zullen moeten wennen aan die bijrol. Ook de hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst ontbrak. De honneurs bij deze training werden waargenomen door Jan Wouters en Jean-Paul van Gastel.